Welkom in onze schroeide appelaar. Dag Elle, welkom op de Appelaar. Wij zijn de hoofdschool van Vrij Basisschool Oosterzeel. En ik nodig u uit om onze school te verkennen. Tot straks. Kom maar nu. Klas van de eerste kleuterklas van mijn kleine zusje. Bij je van de hele mee vliegje. Wij kunnen hier goed spelen. Juf Annemie is een superleuke juf. Leren we lezen en schrijven. Juf Nathalie, die is lief. Lezen vind ik het leukste om te doen. We knutselen echt veel. In het derde leerjaar hebben we smart games, kaplablokken en nog veel andere spelletjes. Juf Hilke is een mega lieve juf ook. En leuk aan haar is dat we ook veel tussendoortjes mogen doen en zo. Hier in het tweede leerjaar is het echt heel tof. We doen ook maaltafels en mijn lievelings is maaltafelkampioen. Juf Els is heel leuk en ze kan ook heel grappig zijn. Iedereen is lief voor elkaar en we zijn allemaal lieve vrienden. Spelletjes om te begrijpen. In het vierde leerjaar legt juf Claudine alles goed uit en ze leert het ons op een super toffe manier. En we hebben veel vrienden die ook altijd helpen en het is gewoon een supergoed leerjaar. Dat vind ik. Hier in het vijfde leerjaar leren wij ons Frans met vele leuke liedjes. In onze klas proberen we van alle dingen iets leuks te maken. Juf Amber is een muzikale juf en leert ons Frans met liedjes.
Onze leeshoek is supergezellig. Hier in het zesde leerjaar worden we fantastisch voorbereid op het eerste middelbaar. Onze juf, juf Heidi, staat altijd voor ons klaar en leert ons heel wat dingen. Wij knutselen veel en onze juf heeft echt veel ideeën. We hebben sinds kort eigenlijk een nieuwe turnzaal en die is echt toppie. Alles vind ik eigenlijk het leukst in de turnzaal. Meester Wim is een toffe leraar. Onder de middag geven we hier dansles aan de kleintjes. Dit is de perfecte ruimte om te turnen. Op de speelplaats kan ik springen, soms af de glijbaan, fietsen, lopen en in de zandbak.